laatste case op de week. En dan stil je gewoon mijn grap. Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe case op de week. Ook de laatste case op de week voorlopig. Want we wilden dit alleen in de zomervakantie doen. Volgende week begint Roe gewoon weer. En hier is de belangrijkste man in deze vlog, Kees. En de belangrijkste vrouw in deze vlog, Loes. Hey, je hebt weer zo'n mooi waadpak aan. Ja. Heb je er voor mij ook een? Want ja, we gaan... welkom in de paskamer, Loes. Oh ja. Jij hebt maat 43, hè? Van schoenen. 40. Maar 39 past denk ik ook wel. Dat dacht ik wel. Heb je ook nog leuke kleurtjes? Ja, roze. Nee, daar hou ik niet van. En paarse stippeltjes. Doe dan maar gewoon groen. Oké. Okay. Ja, nou, eens dus even kijken hoe dat weer afkleedt. Nou, zit als gegoten, Loes. Super charmant. Ja, absoluut. Ik vind het wel lekker hoor, Kees, zo'n beetje door het water lopen. Ja, dat is lekker cool. Ja, toch? Zie je al iets? Ja, wat zit er, mosselen. Zit er iets van je gading bij? Ja, mossel. Nou, laat die mossel van je eens even zien. Kijk, dit is hoezo komen hier mosselen voor? Dit zijn zoetwatermosselen. Kun je die ook eten? Niet dat ik ervan Tuurlijk hou, maar... kun je die eten, Loes. Ja, maar word je er ook ziek van? Is het lekker? Je wordt er vast niet ziek van, maar ik denk niet dat ze lekker zijn. Oh. Ik heb nooit geprobeerd. Gooi dan maar weer weg. Nou, wat is de vangst van de dag? Dat is een kleine modderkruiper en die zit hierin. Alleen nu ben ik hem kwijt. Oh jee. Oh jee, waar zit hij nou? Hij zit erin hoor, maar... Maar waar? Maar waar? Hij is in de modder, de kleine modderkruiper. Nou, net zat hij er nog in. Ja, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Kijk, hier heb ik hem. Prachtig hè? En deze komt hier dus heel veel voor nou, in de Drentse Aa. Dit is een soort die hier typisch voorkomt. En... Ja, die houdt van snelstromende, of snelstromend, zo snelstromend is dan ook niet, maar van dit soort biotopen. En die kun je regelmatig vangen. Dit is een heel klein rivierkreeftje. Een Amerikaanse rivierkreeft. Die komt hier van nature niet voor. Die is ooit meegekomen met... De Amerikanen? Ja, met vis, met aquariumliefhebbers of... Maar die kan dus hier wel gewoon overleven. Hij kan hier heel goed overleven, omdat hij geen natuurlijke vijanden heeft. Aha! Hij draagt ook ziektes bij zich die de Europese rivierkreeft, die daar niet tegen kan. En die is dus bijna uitgestorven in Nederland. Dus dat is wel heel erg jammer. Kun je deze ook eten? Ja, je kunt hem inderdaad eten. Dan moet je ze wel wat groter hebben dan dit. Hoe groot worden ze dan? Ja, ze kunnen toch wel echt 10, 15 Hoe? Centimeter groot worden hoor. Gewoon als een echte serieuze kreeft? Ja, als een echte serieuze kreeft. Oh. En ze schijnen ook nog heel erg lekker te zijn. Ik zie een gat in de markt. Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja. En als je deze Amerikaanse rivierkreeft massaal kunt vangen en kunt verhandelen, ja dan... Kun je daar, er zit misschien wel een markt voor. Hebben we toch een natuurlijke vijand gevonden? Dat zijn we zelf, ja. Nou, de vangst zit er wel op, hè? Ja, we hebben nu wel genoeg voor de barbecue. Vind ik ook. Straks even kreeft doppen of pellen, ik weet niet wat je ermee doet. Ja, ja. Maar eerst natuurlijk Kees Quiz. En het goede antwoord op de vraag van vorige week... Ik weet niet eens meer wat de vraag was. Ik eigenlijk ook niet. Nou, wat, dat is, ja, maar dat is ook alweer een week geleden. Oh ja, die spin. Wat was het ook alweer voor spin? Nou, dat was de waterspin. Uiteraard. En nu hebben we ook weer een vraag over een beestje. En die zie je nu lopen. Ja. Wat is dit? Is dit A. De waterschorpioen. B. Schaatsenrijdertje. Of C. Het bootsvrouwtje of mannetje. Precies. Die grap wou ik maken. Oh, wou jij die maken? Oh, sorry. Laatste case op de week. En dan stil je gewoon mijn grap. Ah, Loes, wat zonde nou. Laat je antwoord hieronder achter in de reacties. Dat is de laatste. Je bent een beetje verdrietig, hè, Kees? Ja, het is echt heel erg jammer dat het afgelopen is. Maar we gaan met Roe gewoon weer verder, toch, Loes? Zo is dat. Ik vond het onwijs leuk om dit deze zomer te doen. Ik ook. Misschien in een volgende vakantie doen we het gewoon weer. Wel, wie weet, wie weet. Precies. We hebben de draaiboeken toch liggen, dus dat komt goed. Worden. Volgende week krijg je natuurlijk nog wel even het goede antwoord op deze quiz. En dan zijn we de volgende week weer met een nieuwe Roeg. Niet meer standaard met Kees, maar die komt wel weer voorbij gelukkig. Doeg! Doeg.
Ba-dum.